Ik denk steeds vaker als ik mezelf zo bezig hoor, of anderen, nou ja, dat er misschien één ding is dat nog net iets erger is dan domme pech. En dat is dom geluk. Dat je het zo goed hebt dat je zelf niet eens meer in de gaten hebt in welke riante positie je terecht bent gekomen. De jagers. Heel goed voorbeeld. De officiële jagersclub. Die waren op een gegeven moment boos over de wolf. He, want je zou denken, jagers-wolf, hartstikke leuke combinatie. Maar de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Jagers, ja, wat zo heet ze. Niet te verwarren met de Nederlandse Vereniging van Koninklijke Jagers, want die hebben we ook. Ja, dat is een vrij klein, maar hardnekkig clubje, maar duur ook. Maar nee, we hebben het hier over de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Jagers. En die waren boos vanwege de wolf. Dat is natuurlijk sowieso een heleboel commotie. De wolf kwam het land binnen, meteen allemaal mensen in paniek en consternatie. En de boeren boos, daar is niet zo heel veel van nodig. Maar goed, er waren allemaal dingen gaande. En op een gegeven moment waren er dan twee wolven, twee vrouwtjes. En die gingen toen samen op de Veluwe wonen. Nou, dat gaf dan bij de lokale bevolking op de Veluwe weer... Ja, klachten van religieuze aard, laten we het daar even op houden. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een plan. Hè? Een interprovinciaal wolvenplan. Want dit is Nederland, er kan niet gewoon een wolf het land binnenwandelen zonder dat daar een roedel ambtenaren achteraan gaat. Dus er kwam een plan interprovinciaal. Hè? Dus er is geen landelijk wolvenplan. Er is ook geen nationaal wolvenplan. Er is in dit verband gekozen voor een interprovinciaal wolvenplan. En alles is geregeld. Ze hebben alles eenmaal, dus ze hebben het leefgebied van de wolf eerst vastgesteld. Op een kaartje, een mooi gearseerd gebied zo. Ik weet niet of ze het de wolf zelf ook hebben verteld, maar dat is waar de wolf woont. En dan hebben ze verder allemaal regelingen. Dus er is een regeling voor de boeren gekomen. Dus als er nu een schaap wordt doodgebeten door de wolf, dan weet de boer precies hoeveel schadevergoeding hij kan krijgen. En er is een regeling voor grootmoeders die visite verwachten. Alles. Alles is geregeld. Maar goed, toen was dat plan klaar en toen kwamen de jagers. En de jagers waren niet tevreden. De jagers wilden een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten. Omdat de wolf nu het wild opeet dat zij eigenlijk van plan waren te schieten. Dat krijg je echt alleen in Nederland verzonnen volgens mij. En toch een schadevergoeding voor de jagers omdat de wolf het wild opeet dat zij administratief gezien hadden mogen afknallen. Dat is even los van de bureaucratie, weet je. Maar gewoon, je bent toch een jager. Dat is toch wat je doet, dat is toch je dingetje. Dat is toch de sport, dat je de natuur de baas bent, dat je in strijd met de elementen. Dat je hebt toch een pak aan, zo'n camouflage, zo'n mooi groen jagerspak. Hier een embleempje, dat je lid bent van de bond. En je hebt een mooie hoed ook, echt een jagershoed met zo'n veer, zo'n grote veer. Dat elk hert van 100 meter afstand kan zien van, oh, daar loopt de jager. Mooie grote veer zo. Of Prins Carnaval, je weet het nooit helemaal zeker, maar zo'n mooie... Dus je bent een jager, je hebt een dubbelloopjachtgeweer ook nog, hè? Dus je bent een jager, je hebt een pak aan en een hoed op met een veer en je gaat op jacht. Je loopt met je dubbelloopjachtgeweer door het bos. En het is al niet zo heel spannend allemaal, hè? Want daar is de A12 en daar de Betuwelijn. Het is al niet gauw dat je zegt van oeh, we zijn overgeleverd aan de wilde grillen van moeder natuur als we ooit maar weer thuiskomen. Maar goed, je doet je best, ja? Je gaat op jacht, je loopt door het bos, je volgt de ANWB-paddenstoelen richting het wild. En je bent voorbereid ook, je hebt je rugzakje om bammetjes gesmeerd, pak je wiki voor de middagpauze, alles heb je bij je. En je hebt hier nog een riem om verrekijker, zaklamp, infrarood, cameraatje, lokfluit, hier nog een alarmknop. Als het je dan nog steeds niet lukt om zo'n zwijn voor zijn flikker te schieten voordat de wolf hem gevonden heeft, dan ben je misschien gewoon geen jager. Dan ben je misschien toch gewoon prooi. Moet je misschien jouw plek in de voedselketen even helemaal heroverwegen. Toch? Dit is eigenlijk gewoon alsof ik een schadevergoeding zou eisen van Sunnery James. Een paar mensen boven de 25 nog, merk ik. Nee, Sunnery James is een DJ. Sunnery James is getrouwd met Doutzer Kroes. En ik was dus eigenlijk van plan... Nou meneer, ik weet niet wat er zo grappig aan is. Dat is toch 30, 40 jaar gederf levensgenot. Daar mag toch een klein bedragje tegenover staan, lijkt mij.